Voor achtste groepers zit hun basisschoolcarrière er bijna op en daarom oriënteren ze zich nu op de middelbare school. De open dag bezoeken is daarbij normaal een van de belangrijkste activiteiten, maar dat zit er nu even niet in. Een hele goede avond, dames en heren, thuis, maar vooral jongens en meisjes. Wat ontzettend gaaf dat wij jullie vanavond op deze manier mogen bereiken. Op het UDES College werd de open dag daarom vervangen door een live talkshow. En op die manier is geprobeerd om de toekomstige leerlingen toch een inkijkje te geven in de school. Je kunt dat niet natuurlijk een open dag nabootsen. Dus het is vooral door middel van gesprekken met leerlingen, ouders, collega's. Om op die manier een beeld te schetsen. En we hebben muziek en er zijn wat filmpjes tussendoor om ook op die manier een beeld te geven van de school. Ik kreeg een vraag door vanuit thuis. En ik ga die Floortje even aan jou vragen. Hoeveel uur huiswerk krijgen jullie nou per dag? Kinderen en ouders kunnen vragen stellen. We hebben een WhatsApp-nummer, een mobiel nummer. Maar op die manier is het ook interactief dat ouders en leerlingen toch hun vraag kunnen stellen. Naast docenten en ouders komen tijdens de uitzending ook een aantal brugklasleerlingen aan het woord. Zij weten nog goed met welke vragen zij rondliepen bij het maken van de keuze voor hun middelbare school. Oh ja, vorig jaar had ik zelf een open dag. Dan kon je gewoon allerlei dingen doen en vragen. Voor wat je kon ook gewoon naar LO en dan allemaal dingen uittesten. En kon je gewoon een beetje kennis maken met wellicht je nieuwe docenten. Ja, toen kon je gewoon kijken wat er allemaal te doen was en ja, hoe de school eruit zag. Ik kon ook een beetje kijken hoe de lessen dan gaan en nu is dat wat moeilijker. Hoe zou jij het gevonden hebben als er zo'n open dag voor jou op deze manier had genieten? Wel fijn dat het tenminste nog kan. Normaal komen er op de open dag van het UDES College zo'n 1500 leerlingen af. De enige oplossing was daarom dit alternatief, want uitstellen is geen optie. Ik denk dat we al twee keer de posters in de prullenbak hebben gegooid. Want we hadden in het begin van het schooljaar onze campagne klaar. Toen hadden we hem in december klaar. Maar we weten nu al dat we tot in ieder geval 7 februari niemand mogen ontvangen. En we zitten aan een tijdspad. En dat tijdspad heeft te maken met de inschrijfavonden. En we kunnen niet verder naar achteren, omdat ja, leerling moet ook toegelaten worden. Hoe ga jij er zo voor zorgen dat ze toch een heel goed beeld krijgen? Ja, ik ga gewoon proberen het op mijn best uit te leggen. En ja, ik ga natuurlijk ook gewoon plezier hebben, zeg maar. En hopen dat hun het ook leuk vinden, zeg maar. Ik heb geprobeerd om duidelijk uit te leggen en een beetje een beeld te geven hoe ik het ook heb ervaren. De tweede live dag, die voor de sector VMBO, vindt volgende week donderdag plaats. Deze live dag is terug te kijken op het YouTube-kanaal van de school, UCTV.